Pompeius is 25 meter hoog en biedt uitzicht over de verre omgeving. Maar op de bovenste balustrade is het minder fraai. Dat vind ik belachelijk, echt vandalisme. Kinderen die dat hebben gedaan, die hebben geen opvoeding gehad. En het slaat nergens op. Dat is gewoon voor schandaal op een gegeven moment. Het is mooi geweest, maar ja, nou is er het mooie is er weer al af. Dat is gewoon zonde. Ik bedoel, dat ze daarboven ook alweer gekalkt hebben, dat is gewoon jammer. De toren werd in maart geopend en is een van de pronkstukken van de West-Brabantse waterlinie. Zulke spul, daar moet je gewoon zuinig op zijn. Voor hetzelfde geld had het er niet gestaan. Nou, dan kun je niet naar het doel en naar Geertruidenberg kijken. Hè? Misschien ook mooi weer. Als je hier nou bijvoorbeeld kijkt, dan zie je gewoon dat er een heel stuk plank gewoon is weggetrapt, vernield. En dat levert daardoor toch gevaarlijke situaties op. Ik heb een naam erachter in de auto liggen, maar dat kreeg ik daar niet mee gedaan. Dus nee, dat trekt nergens op. In januari, nog voor de opening, werd de toren ook al eens beklad met graffiti. Maar nu lijkt het hek van de dam. Dit gaat gewoon door natuurlijk, het wordt helemaal zwart. En dat is wel jammer, maar schoon hou je het niet. Want het is een prachtige toren hier en het is een prachtig uitzicht. Dus vernedert de boel alleen maar. Het is de bedoeling dat er op de relingplanken nog afbeeldingen worden ingelegd. Het is alleen nog niet bekend wanneer dit gebeurt. En voorlopig lijkt de oplossing voor de bekladdingen nog niet zo eenvoudig. Ik ben blij dat op een gegeven moment mijn kinderen niet betreft. Op een gegeven moment, dan waren ze toch nog niet op een gegeven moment van me af, om het zo maar eens te zeggen.